Hey, welkom bij een nieuwe video. Ja, huis is meestal de plek waar je je veilig en comfortabel voelt. Maar sommige mensen gaan een stap verder en laten hun huis door een creatieve architect ontwerpen. Durf jij af te wijken van de normale huizen en te overnachten in een huis dat ouder is dan de Verenigde Staten? Zoek dan niet verder dan het Montezuma Canyon House, gelegen in het zuidwesten van Utah. Montezuma Canyon is vernoemd naar de Azteekse keizer Montezuma. Vroege Spaanse ontdekkingsreizigers geloofden dat hij ergens in de regio een schat verborgen had. Het is een plek die doordrenkt is van geschiedenis, mysterie en natuurlijke schoonheid. Dit ongelooflijke huis is ongeveer 700 jaar oud en werd uit de rotsen van de klif gehouden door de voorouderlijke Pueblo-mensen. Stel je voor dat je wakker wordt in een van de 20 kamers die al eeuwenlang stand houdt. Daarna zijn moderne voorzieningen zoals een complete keuken en badkamer toegevoegd om je verblijf comfortabeler te maken. Maar het bereiken van het Montezuma Canyon House is niet gemakkelijk. Bezoekers kunnen kiezen voor een steile wandeling of een quad huren om de afgelegen locatie te bereiken. Maar geloof ons, de prachtige uitzichten maken het allemaal de moeite waard. We beginnen met een huis dat eruit ziet als een ruimteschip en letterlijk gebouwd is op een vulkaanheuvel. Het klinkt waarschijnlijk al erg onwaarschijnlijk als je het hardop zegt, maar oordeel niet te snel. Dit is een echt huis met 2 slaapkamers en 2 badkamers. Het 2 verdiepingen tellende huis heeft zelfs een garage. Het prijskaartje hiervoor is zo'n 600.000 euro. Ben jij zo'n grote fan van Star Wars dat je ervan droomt om in een sterrenstelsel ver, ver weg te wonen? Droom dan niet langer. Ga naar Queensland, Australië en verblijf in het Millennium Falcon huis. Van buitenaf ziet het huis er precies uit zoals het iconische ruimteschip uit de geliefde filmserie. Het pand is ontworpen door Rod Perry en gebouwd met een combinatie van gerecyclede en hergebruikte materialen. De buitenkant is gemaakt om de vertrouwde vorm van de Millennium Falcon te evenaren, compleet met cockpit, stuurraketten en motoruitlaten. Het pand is gelegen in het schilderachtige Binnaburra-gebergte, ongeveer 150 kilometer ten zuiden van Brisbane. En zodra je binnenstapt, word je volledig ondergedompeld in een andere wereld. Elk hoekje van het huis is bedekt met Star Wars memorabilia, dus je zult je voelen alsof je op de Millennium Falcon zelf woont. Van Jedi-lichtzwaarden in Star Wars posters tot een levensgrote Chewbacca-standbeeld en stormtrooperhelmen, dit huis heeft het allemaal. Het is dan ook geen wonder dat Star Wars fans over de hele wereld hier naartoe komen om foto's te maken en om deze unieke ervaring te beleven. Het volgende huis doet je waarschijnlijk denken aan iets wat uit een sprookje komt. Maar Takatsuki An is een theehuis en het is gebouwd op de toppen van 2 kastanjebomen in de buurt van een berg. Als je bij dit huis binnen wilt komen, dan is dat niet zo gemakkelijk. Je moet namelijk gebruik maken van de vrijstaande ladders die tegen een van de bomen leunen. Best onhandig en ook een beetje gevaarlijk, vind je ook niet? Genesteld in het hart van het Griekse Canaria-gebergte, omringd door 600 olijfbomen, ligt een huis dat naadloos opgaat in de natuur. Dit prachtige minimalistische betonnen bouwwerk is geïnspireerd op de stelling van Pythagoras en ontworpen door architect Telemachus Andriopoulos. De eigenaren kozen deze locatie specifiek om hun kantoorleven te ontvluchten en zich onder te dompelen in de rust van de natuur. Het huis is gebouwd op een heuvelachtig stuk land en er is een binnenplaats in het midden die de kamers verdeelt waar je kunt slapen en wonen. Het grotere blok bevat een open woon- en eetruimte met een adembenemend uitzicht op de bergen. Glazen schuifdeuren verbinden het interieur met de beschermde tuinruimtes, terwijl kleine lampjes in de muur de gevel 's nachts verlichten. Dit is een perfect voorbeeld van creatieve architectuur die in harmonie is met de natuur. We herinneren ons allemaal vast wel die Teletubbieshow en dat huis daarin. Maar wist je dat dit huis echt bestaat? Het echte huis heet namelijk Malator en ligt gelegen in het plaatsje Pembrokeshire in Wales. Het lijkt precies op het huis dat we in de show zagen. Het heeft maar 1 kamer en er is daar ook heel veel licht. Zou jij dit huis wel eens willen bezoeken? Het Malibu Pyramidehuis, gelegen in Californië, is ontworpen door architect Ed Niles en gebouwd in het begin van de jaren 90. Zoals je ziet heeft het een opvallende driehoekige piramidevorm met vloertot plafondramen die een spectaculair panoramisch uitzicht bieden. Het huis werd gebouwd op een steile heuvel met uitzicht op de Stille Oceaan, wat zorgvuldige en strategische planning vereiste om een veilige en stabiele fundering te construeren. Om dit te bereiken werd het huis met een fundering van gewapend beton gebouwd, vermengd met rotsen en keien die inheems waren in het gebied. Een ander interessant aspect van het Malibu Pyramidehuis is de geschiedenis ervan.
Het huis was ooit eigendom van Hollywood-producent Robert Evans, die vaak grote feesten en bijeenkomsten op het terrein organiseerde. In feite werd het huis gebruikt als locatie voor verschillende Hollywoodfilms, waaronder Incident Proposal en The Big Lebowski. Het unieke ontwerp en de afgelegen locatie van het huis maakten het een populaire keuze voor veel filmmakers die op zoek waren naar een interessante en unieke locatie. Dit volgende huis komt uit een andere iconische film. Als je de tekenfilm Up hebt gezien, dan herinner je dit ballonhuis waarschijnlijk wel. Dit huis werd ook in het echt gemaakt en je kunt hem zien in de buurt van Los Angeles. Het huis weegt ongeveer 900 kilogram en het is 5 meter bij 5 meter groot. Elke ballon die werd opgeblazen zorgde ervoor dat ze het huis de lucht in konden tillen. In 1 uur tijd steeg het huis naar een hoogte van bijna 3000 meter. Best wel cool. Het huis van de Simpsons op 742 Evergreen Terrace in het fictieve stadje Springfield is een van de meest iconische huizen uit de geschiedenis van film en televisie. Maar wat als we je vertellen dat dit huis in het echte leven ook bestaat? Er is namelijk een levensgrote replica van het Simpsons huis gebouwd in 1997 in Henderson, Nevada ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van de show. Het huis was een exacte kopie van het huis in de tekenfilm. Binnenin heeft het de iconische roze verf, groene luiken en een replica van de beroemde woonkamer met de fel oranje bank en het portret van een familie daarboven. Het replicahuis werd gebouwd als onderdeel van een wedstrijd van Fox om het 10e seizoen van de show te promoten. De wedstrijd om het huis als hoofdprijs te winnen werd echter geannuleerd vanwege de overweldigende interesse en de kosten van het verplaatsen en onderhouden van het huis. Na de annulering van de wedstrijd bleef het huis nog enkele jaren op zijn oorspronkelijke locatie staan voordat het uiteindelijk werd gesloopt in 2019. De sloop van het huis was een controversiële beslissing waarbij veel fans van de show opriepen om het te redden en om te vormen tot een museum of attractie. Kun je je voorstellen dat je op een berg woont en niet in een grot, maar in een modern huis dat in een rots is gebouwd? Dit huis ligt gelegen in Canada en werd ontworpen voor een specifieke klant. Het heeft 4 verdiepingen en een groot aantal ruimtes. Zo is er een verdieping voor de grootouders van de familie, eentje voor de ouders en nog 2 andere verdiepingen om onder andere een sportruimte te creëren. Het huis zal waarschijnlijk wel een hele hoop geld hebben gekost. Dit unieke huis meet slechts 0,91 meter breed, wat het de bijnaam het taarthuis heeft opgeleverd. Het werd gebouwd in de jaren 1920 en ondanks zijn kleine formaat slaagt het erin om alle nodige functies van een regulier huis te hebben. Er is een woonkamer, een eetkamer, een keuken en zelfs een slaapkamer op de zolder. Het mag dan niet het ruimste huis zijn, maar het is zeker een van de meest charmante. Het taarthuis is recent in het nieuws geweest omdat het te koop is gezet. De vraagprijs voor deze unieke woning is $269.000, wat misschien prijsgelijkt, maar gezien zijn geschiedenis en charme is het niet verrassend dat het met een stevig prijskaartje komt. De huidige eigenaren hebben uitstekend werk geleverd in het onderhouden van het huis, dus de nieuwe eigenaren kunnen er meteen intrekken als ze willen. Maar niet iedereen had een positieve mening over het huis, omdat ze zeiden dat het te smal is en dat het niet fijn zou zijn om erin te wonen. Heb jij wel eens met een vliegtuig gevlogen? En vind je dit helemaal geweldig? Wat zou jij dan van vinden om in een vliegtuig te wonen? Het vliegtuighuis genaamd Misiara ligt gelegen in Libanon en werd gebouwd om eruit te zien als een echte Airbus A380. De eigenaar droomt er al sinds zijn jeugd van om in zo'n vliegtuig te wonen, dus heeft hij zijn droom hiermee waargemaakt. Wat is jouw droomhuis? Laat het me weten in de reacties. Met een hoogte van meer dan 29 meter en bestaan uit 11 verdiepingen is dit het beste boomhuis ooit, maar het verhaal erachter is nog interessanter. Dit boomhuis, gelegen in Crossville, Tennessee, is een waar wonder van moderne techniek. Het werd door predikant Horace A. Burgess gebouwd nadat hij naar verluid een bericht van God ontving waarin hem gevraagd werd dit te doen. De man nam dit goddelijke bevel serieus en spendeerde meer dan een decennium aan het bouwen van het boomhuis met gerecyclede materialen. Ondanks zijn indrukwekkende omvang is het boomhuis niet zonder zijn eigenaardigheden. Sommige bezoekers hebben gemeld dat het een beetje wiebelig kan zijn, wat het gevoel van avontuur en opwinding versterkt. En hoewel het misschien niet de meest luxueuze accommodatie is, is het zeker een van de meest unieke. Zou jij hier willen wonen? Het onzichtbare spiegelwoestijnhuis ligt midden tussen de rotsen van de Californische woestijn. Het huis is helemaal gemaakt van spiegels en werd gebouwd door een filmproducent. Je kunt het huis huren voor een fotoshoot, filmopnames of andere evenementen.
Het ruim 500 vierkante meter grote huis werd ontworpen als één grote ruimte. En je vindt er ook nog een binnenzwembad. Het Quetzalcoatlus-slangenhuis, gelegen in Naucalpan, Mexico, is net zo wild als het klinkt. Dit huis is ontworpen in de vorm van een reusachtige slang en kan misschien niet geschikt zijn voor mensen die bang zijn voor deze dieren. Maar voor degenen die dapper genoeg zijn, moet dit een werkelijk unieke ervaring zijn. De Mexicaanse architect Javier Zenagian, die het huis had gebouwd, werd geïnspireerd door de oude Meso-Amerikaanse godheid met dezelfde naam, die vaak werd afgebeeld als een slang. Het huis heeft een lange kronkelende gang die het lichaam van een slang nabootst, met dakramen in het staartgedeelte die de ruimte geven in natuurlijk licht. Maar het meest eigenzinnige deel van het huis moet wel de godachtige slaapkamer zijn die zich precies in het midden van de structuur bevindt. Het is perfect voor degene die hun innerlijke holbewoner willen kanaliseren en zich echt verbonden willen voelen met de aarde. En wie weet zal je jezelf als een Meso-Amerikaanse god voelen. Stel je voor dat je een huis met twee verdiepingen hebt dat je overal mee naartoe kunt nemen. Het gaat hier om een drijvende woning en het is iets tussen een jacht en een luxe herenhuis. Dit huis ligt op het moment in Miami, Florida en je kunt het kopen voor ongeveer 5 miljoen euro. Het heeft 4 slaapkamers, 4 badkamers en genoeg binnen- en buitenruimte. Dit drijfhuis is ongeveer 25 meter lang en het kan zelfs de oceaan opvaren. Het Hello Kitty huis in Shanghai is een droom die uitkomt voor elke fan van het iconische personage. Gelegen in het district Changkou van Shanghai, China, is dit speelse roze en paarse huis net zo kleurrijk als je zou verwachten van een Hello Kitty themawoning. Het huis werd gebouwd door een lokale vastgoedontwikkelaar die een unieke en leuke ruimte wilde creëren die gezinnen met kinderen zou aantrekken. Het huis beschikt over van alles, van een Hello Kitty themakeuken en woonkamer tot een kleurrijke tuin en zelfs een dakterras. De aandacht voor detail in het huis is echt indrukwekkend. Zelfs de badkamer is volledig versierd in Hello Kitty-stijl, van het douchegordijn tot de wc-bril. In de buurt van het huis staat er ook een café en cadeauwinkel waar bezoekers nog meer Hello Kitty merchandise kunnen kopen om mee naar huis te nemen. En voor degenen die hun bezoek echt onvergetelijk willen maken, biedt het huis ook kostuumverhuur aan, zodat je je volledig kunt onderdompelen in het thema. Het lijkt erop dat veel mensen graag op het randje tussen land en zee willen wonen. Dit vreemde huis, gebouwd op een klif, is daar een goed voorbeeld van. Het is wat dat betreft zelfs zeer extreem en heel uniek. Casa Brutala staat namelijk van muur tot muur in het water. Het is letterlijk ingebouwd tussen kliffen boven de Egeïsche Zee bij Griekenland. Als je in het huis bent en omhoog kijkt, lijkt het alsof je net onder water bent. Je moet daar dus geen watervrees hebben. Zoals de naam al doet vermoeden, is het hele huis versierd met porselein, waardoor het een unieke ervaring is die je nergens anders zult vinden. Gebouwd door de bekende verzamelaar Zhang Lianxi is het porseleinen huis een eerbetoon aan de Chinese kunst en cultuur. Het beschikt over meer dan 300 miljoen porseleinen stukken, waaronder vazen, kommen, borden en zelfs stukken edelstenen. Ook heeft Zhang de porseleinen stukken gebruikt om ingewikkelde ontwerpen en patronen te creëren op elke oppervlakte van het huis. Het is alsof je in een levende kunstinstallatie binnenstapt. In het porseleinen huis zijn meer dan 5000 antiquiteiten tentoongesteld, waaronder artefacten uit de Qing Dynasty, oude Chinese munten en zeldzame boeken. Het huis dient niet alleen als kunstgalerie, maar ook als museum. Een van de meest verbluffende kenmerken is de buitentuin die ook is versierd met porseleinen stukken. Bezoekers kunnen door de tuin wandelen en genieten van de schoonheid van de porseleinen bloemen, planten en zelfs dieren zoals schildpadden en konijnen. Wist je dat er tegenwoordig huizen worden gebouwd uit leegstaande containers? Dit zijn grote containers, maar een man genaamd Jeff Wilson besloot om in een hele kleine container van maar 3 vierkante meter te wonen. Hij noemt het Casita en heeft het ontwikkeld als oplossing voor de stijgende woningnood. Je zult verbaasd zijn dat zijn kleine huis gevuld is met de nieuwste technologie en het heeft zelfs een opslagruimte. Glazen en geodetische koepelhuizen zijn enkele van de meest interessante en innovatieve soorten huizen die er zijn. Ze gebruiken unieke materialen en zijn snel populair geworden bij mensen die op zoek zijn naar duurzame en milieuvriendelijke huisvestingopties. Een fascinerend voorbeeld is het Lemmenhuis, gebouwd binnenin een geodetische koepel in het Noordpoolgebied. Deze huizen laten zien hoe alternatieve bouwpraktijken warmte en comfort kunnen bieden, zelfs in extreem koude omgevingen. Geloof het of niet, glazen en geodetische koepels kunnen ook verrassend betaalbaar zijn om te bouwen.
Ze hebben geen uitgebreide funderingen of framing nodig en kunnen vaak worden gebouwd met gerecyclede of hergebruikte materialen. Een ander uniek kenmerk is hun energiezuinigheid. Het ronde koepelvormige ontwerp zorgt voor natuurlijke luchtstroom en temperatuurregeling, wat de verwarmings- en koelingskosten drastisch kan verminderen. Bovendien kan het gebruik van duurzame materialen en zonnepanelen helpen om deze huizen nog milieuvriendelijker te maken. Zou jij in een echte grot willen wonen? Dan lijkt eentje zoals deze daar best wel geschikt voor, want je kunt op een moderne manier in deze grot wonen. Voordat deze grot een bewoonbaar huis werd, was het een mijn onder een bos. Daarna werd het omgebouwd tot een glasrecyclingcentrum. Nadat dit gesloten was, ging het in de verkoop. Het echtpaar Kurt en Deborah uit Missouri in de Verenigde Staten werden verliefd op deze plek en samen toverden ze het om in een leefbare grotwoning. Dat zal een behoorlijke verbouwing zijn geweest. De Boot House bevindt zich in Tasman Bay, Nieuw-Zeeland en is zo ontworpen dat het lijkt op een reusachtige laars. Het gebouw is ontworpen door de lokale kunstenaar en bouwer Steve Knowles, die geïnspireerd werd door het klassieke kinderliedje Er was eens een oude vrouw die in een schoen woonde. De buitenkant heeft gedetailleerd houtwerk dat lijkt op textuur van leer, compleet met veters en gespen. Binnenin biedt het een gezellige en comfortabele leefruimte met alle voorzieningen die bezoekers nodig hebben voor een comfortabel verblijf. Een interessant feit over de Boot House is dat het grotendeels is gebouwd met gerecyclede en hergebruikte materialen. Het hout dat voor de buitenbekleding werd gebruikt, werd gered van een oude kade, terwijl het koper dat werd gebruikt voor de schoorsteen en de rand afkomstig was van een oud huis. De Boot House heeft online veel aandacht gekregen met veel mensen die het unieke ontwerp en de duurzame constructie bewonderen. Het echtpaar dat het huis heeft gebouwd biedt gasten ook de mogelijkheid om tijdens hun verblijf te leren over duurzaam leven. Meestal is een huis gebouwd op een vaststaande plek, maar deze man, genaamd Liu Liu Chao, draagt zijn huis voor al meer dan 5 jaar met zich mee. De man komt uit Guangxi in China en heeft het huis gebouwd van bamboestokken en plastic folie. Als werk verkoopt hij recyclebare drinkflessen en waar hij ook heen gaat, hij neemt zijn huis altijd op zijn rug mee. Los Terrenos is een gezinswoning in de heuvels van Monterrey, Mexico, ontworpen door architecte Tatiana Bilbao. Het huis bestaat uit 6 afzonderlijke gedeeltes, elk met een andere functie, verbonden door een centrale hal. Ze zijn zo gerangschikt zodat het uitzicht op het omringende landschap wordt gemaximaliseerd en een gevoel van privacy geeft. Het ontwerp van het huis is geïnspireerd op traditionele Mexicaanse architectuur en materialen zoals adobe, hout en steen, die het een warme en uitnodigende uitstraling geven. Los Terrenos is duurzaam en energie-efficiënt ontworpen met voorzieningen als zonnepanelen, regenwateropvang en natuurlijke ventilatie. Daarnaast is het huis in een heuvel gebouwd wat de temperatuur helpt reguleren en een natuurlijke barrière vormt tegen lawaai en vervuiling. Het interieur van het huis is ingericht met een mix van moderne en traditionele elementen, waaronder handgemaakte meubels en kunst van lokale ambachtslieden. Een van de meest opvallende kenmerken is het gebruik van natuurlijk licht dat de binnenruimtes door grote ramen en dakramen overspoelt en een heldere en luchtige sfeer creëert. Het is ook de perfecte plek om te genieten van een margarita en een prachtige Mexicaanse zonsondergang of om gewoon te ontspannen met een goed boek. Deze woning is voor echte Star Trek fans en is nu te koop omdat de eigenaar in de gevangenis zit. Deze ongewone woning is een kopie van het echte Star Trek ruimteschip en het kostte de eigenaar en ontwerper 10 lange jaren en honderden duizend euro's om zijn huis in het ruimteschip te veranderen. Het is tot in het kleinste detail uitgedacht en je zult in de hele wereld geen andere woning zoals deze vinden. Een vrouw met de naam Joanne Ussery uit Mississippi in de Verenigde Staten woont letterlijk in een Boeing 727 vliegtuig. Het was niet de bedoeling voor haar om in een vliegtuig te leven. Ze werd namelijk gedwongen om naar een nieuw huis te zoeken, omdat in 1994 haar vorige huis volledig werd verwoest door een brand. De Boeing 727 kostte haar $2000 en nog eens $4000 om het naar de oever van het meer te transporteren. Later herbouwden ze het hele vliegtuig in een functionerende woning wat haar $25000 heeft gekost. Het huis bestaat uit 2 slaapkamers met een eigen badkamer, een keuken, woonkamer en waar de cockpit was heeft ze een jacuzzi laten installeren. Vanuit de cockpit heeft ze ook nog eens een ontzettend mooi uitzicht op het meer. De vrouw heeft wel laten weten dat ze de volgende keer graag een Boeing 747 wilt, want die hebben namelijk een bovenverdieping en ze wilt graag naar boven lopen om naar bed te gaan.
Vergeet alle huizen die je tot nu toe hebt gezien, want maar één foto van dit huis zal je hart zeker sneller doen kloppen. Het huis is gebouwd aan de onderkant van een klif en het ziet er dan ook extreem gevaarlijk uit. Helaas bleek echter al snel dat de foto die op social media viral ging een digitale Photoshop was om reclame te maken voor betonlijm. Maar hoe gaaf zou het niet zijn als dit een echt huis was? Zou jij dan hier willen wonen? Tussen de plaatsen Celo Rico de Basta en Fafé in Portugal lag een rotsblok dat al duizenden jaren op de zijkant van een heuvel lag. Guilherme Pires, een lokale man, had een visie om iets unieks te creëren door de kei te verwerken in een huisontwerp. Hij werkte samen met architect Rui Vieira Oliveira en samen creëerden zij een prachtig huis met de kei als fundering. De kei diende ook als natuurlijke barrière en bood isolatie tegen de hete zon en de koude wind. Het huis werd in een heuvel gebouwd en had een groen dak dat opging in het landschap. Binnenin zijn er leefruimtes licht en modern met grote ramen die een prachtig uitzicht op het landschap bieden. Het rotsblok dient ook als fundering voor de muren en het plafond van het huis. Tegenwoordig is het een populair bezoekerspunt geworden met mensen die van over de hele wereld komen om de unieke stijl van het ontwerp te bewonderen. Het is een uitstekend voorbeeld van hoe architectuur kan samenwerken met de natuur om iets buitengewoons te creëren. Het huis is ook aangemerkt als een monument en als je het wilt bezoeken moet je afreizen naar het noorden van Portugal. Het Flintstone-huis komt je misschien wel bekend voor. Het huis werd namelijk geïnspireerd door de televisieserie Flintstones. Het huis is ontworpen door een architect met de naam William Nicholson en gebouwd in 1976 voor Dick Clark, een Amerikaans tv-icoon. Je kan het huis bezichtigen in Hillsboro, Californië in de Verenigde Staten en het is makkelijk te zien vanaf de Doranbrug. Het huis is ongeveer 250 vierkante meter en werd onlangs verkocht door Clark's weduwe voor $1,78 miljoen. Dit mooie huis heeft een slaapkamer, twee badkamers, een garage voor twee auto's en een interieur bedekt met staal, hout en enorme glazen ramen die een mooi uitzicht geven. Zelfs het meubilair vanaf de tafels tot aanrechten is gemaakt van steen om het er zoveel mogelijk uit te laten zien als het huis in de televisieserie. Tegenwoordig staan er ook levensgrote dinosaurusbeelden in de tuin tot ongenoegen van haar buren. Het lijkt erop dat futuristische huisontwerpen steeds meer razend populair worden. Een van de meest interessante en ongewone futuristische huizen is het Tubular Glass House, gelegen in een bos in Kazachstan. Het vier verdiepingen tellende huis is omgeven door bomen en je hebt er een adembenemend 360 graden uitzicht over het bos. De ontwerper van dit huis legde uit dat hij het huis wilde creëren voor mensen om in harmonie met de natuur te leven. Dit is het gevaarlijkste huis op dit lijstje, want het hangt namelijk aan een klif. Het huis heeft vijf verdiepingen en werd bedacht door architecturen met de naam Modscape die bekend staan voor bizarre ontwerpen. Op hun website vertellen ze erbij dat hun doel is om een verbinding met de oceaan te creëren. Zoals te zien op de foto neem ik aan dat de ingang aan de bovenkant bedoeld is om binnen te komen. Elke verdieping wordt vastgezet in de klif zelf. Bewoners van de woning zullen via een lift of trap afdalen naar bijvoorbeeld de slaapkamer, woonkamer en keuken. De laagste verdieping van het huis bestaat uit een buitenruimte die schijnbaar over het water zweeft, wat nogal eng kan zijn. Het uitzicht vanuit het huis is geweldig. Je kijkt letterlijk uit op de oceaan. Het is echter nog wel een concept, maar de bedoeling is om de woning uiteindelijk te bouwen aan de zuidwestkust van Australië. Ben je klaar om de toekomst naar het heden te brengen? Zoek dan niet verder dan het Chemosphere-huis, beter bekend als het Jetsons-huis. Dit unieke huis, ontworpen door John Lautner in 1960, staat op een betonnen voet van 9 meter hoog en biedt een adembenemend uitzicht op de San Fernando Valley in Californië. Het ronde ontwerp van het huis, de enorme ramen en de futuristische esthetiek maken het echt uniek. Maar laat de uitstraling van het huis je niet voor de gek houden. Het is ook een wonder van techniek. Het innovatieve ontwerp van het huis zorgt ervoor dat het bestand is tegen extreme weersomstandigheden zoals aardbevingen en harde wind. Het is een waar eerbetoon aan Lautner's vooruitstrevende benadering van de architectuur. Ondanks de aanvankelijke skepsis en controverse is het Jetsons huis een geliefd herkenningspunt geworden. Ook is het gebruikt als locatie voor tal van popcultuurverwijzingen. Het werd zelfs gebruikt als locatie voor de film Body Double uit 1985. Dit is het Eierhuis, gelegen in China en werd gebouwd door een architect genaamd Dai Hi-Fi. Dit krankzinnig piepkleine huisje is slechts 2 meter hoog. Het zou waterdicht zijn en is voorzien van goede isolatie.
Hij heeft het dak bedekt met graszaad waarvan de zaden in de lente beginnen te ontkiemen. Daarnaast heeft hij ook een zonnepaneel dat stroom levert en een handvol elektrische apparaten binnenin. Kan je je een huis voorstellen dat gemaakt is van plastic flessen? Een 86-jarige vrouw uit El Salvador, een land in Centraal-Amerika, is 12 jaar bezig geweest om haar huis te bouwen met plastic flessen. De reden waarom ze geen stenen, cement of hout gebruikte, is omdat ze geen geld had om de gebruikelijke bouwmaterialen te kopen. Ze begon in 2005 met het bewaren van lege flessen en vroeg ook aan mensen in het dorpje voor hulp. Toen ze uiteindelijk genoeg flessen had, begon ze het zelf in elkaar te zetten. Ze maakte zelfs gebruik van de doppen van de flessen en gebruikte het als onderdeel van de vloer in haar huis. Het huis staat vandaag de dag nog steeds stevig en de vrouw is inmiddels een beroemdheid geworden vanwege haar unieke manier om een huis te bouwen. Sommige mensen willen werk en privé graag gescheiden houden. Anderen zoeken graag de aandacht op, zoals deze volgende bewoner. Dit opmerkelijke huis, gebouwd in de vorm van een camera, ligt gelegen in Karnataka, India. Het huis heeft 3 verdiepingen en bestaat uit 5 lenzen en een flitslamp die fungeert als een dakraam in de woonkamer. Het droomhuis van de in Belgaum gevestigde fotograaf Ravi Hongal, genaamd Klik, is een verbluffend eerbetoon aan zijn artistieke visie en passie voor fotografie. Het huis is niet alleen een uniek en creatief architectonisch wonder, maar biedt ook als een rustige leefruimte voor zijn gezin. Het huis werd ontworpen door Ravi's vriend en architect Gayaran Kulkarni, die een jaar lang werkte aan de perfecte blauwdruk voor het huis. Het idee achter het huis werd geïnspireerd door Ravi's liefde voor fotografie en de lens op het huis zijn genummerd volgens de leeftijden van zijn gezinsleden. Bovendien is het huis niet alleen stijlvol ontworpen, maar heeft Ravi er ook voor gezorgd dat er eco-vriendelijke elementen zijn toegevoegd, zoals zonnepanelen en windturbines. Mocht jij een fan zijn van fotografie en je bent toevallig in de buurt, dan zou dit huis zeker een bezichtiging waard zijn. Dit familiehuis lijkt aan de buitenkant op een normaal modern huis met 3 verdiepingen. Het huis is 50 vierkante meter en gelegen in Tokio, Japan. Het is ontworpen door Japanse studio-architecten en het is voltooid in 2009 met een glijbaan die de 3 verdiepingen met elkaar verbindt. Je kan via een trap omhoog lopen waarna je via de andere kant van het huis naar beneden kan glijden via een glijbaan. Voor dit gezin van 5 is het de belangrijkste attractie van het huis om van meerdere niveaus naar beneden te glijden. Hiermee wilden de ouders de 3 jonge kinderen leuke herinneringen geven aan het opgroeien in het huis. Je zou denken dat dit genoeg plezier geeft, maar ze hebben midden in de woonkamer ook nog eens een ballenbak staan. Op de 3e verdieping staat een grote slaapkamer die gedeeld wordt door het hele gezin. Deze ouders gaan in mijn opinie wel erg ver om hun kinderen tevreden te stellen op deze manier. Het Dr. Seuss huis ligt verscholen in Alaska en is zo genoemd vanwege zijn sprookjesachtige uiterlijk. Dr. Seuss was namelijk een bekende Amerikaanse kinderboekschrijver met veel fantasie. Het huis is wel zo'n 55 meter hoog en aanvankelijk wilde de eigenaar slechts een blokhut van 1 of 2 verdiepingen bouwen. Maar hij liet zich toch een beetje meeslepen en nu zijn er ergens tussen de 14 en 17 verdiepingen. Uiteindelijk is het een ongelooflijk prachtig sprookjeshuis geworden. Je zou misschien denken, waarom bestaat er een huis dat op een toilet lijkt? Het antwoord hierop is dat het gebouwd is door Sim J. Duck, de voormalig burgemeester van Suwon, een stad in Zuid-Korea. Het doel was om de publieke toiletten schoon te houden. De voormalig burgemeester hielp ook mee met het starten van de World Toilet Association, die zich toelegt op het verbeteren van sanitaire voorzieningen overal ter wereld. In 2007 bouwde hij 's werelds eerste toiletvormige huis waar hij tot zijn dood in 2009 woonde. Daarna werd het omgebouwd tot een museum. Het is compleet gebouwd van staal en glas en kostte maar liefst $1,1 miljoen. De badkamer heeft glazen wanden midden in het huis, maar wil je privacy, dan druk je op een knop en er komen muren naar voren zodat je wordt afgeschermd. Ook is de toiletafvoer uitgerust met een technologie dat het toiletwater recycelt. Tegenwoordig is het huis een toeristische attractie geworden wat enorm veel wordt bezocht door mensen over de hele wereld. Een piepklein huisje in het midden van een lavastroom klinkt misschien een beetje gestoord, maar het is een echte plek die je kunt vinden op het grote eiland van Hawaii. Ben jij op zoek naar een unieke plek om te wonen in de buurt van een vulkaan klinkt dan waarschijnlijk niet als de beste keuze. Het huis is echter gebouwd door een echtpaar dat lokale bouwmaterialen heeft gebruikt uit de jungle in de buurt. De lavastroom ontstond zo 30 jaar geleden en hoewel het huis omgeven is door natuurlijke schoonheid zou je hier waarschijnlijk niet willen wonen.
Het interieur is klein maar functioneel, met een slaapzolder, een compacte keuken, een composttoilet en een buitendouche. Maar zoals je misschien al had geraden, komt dit huis niet zonder gevaren. Er wordt gedacht dat deze unieke plek het echtpaar mogelijk blind heeft gemaakt voor de potentiële gevaren van het wonen in een actief vulkaanlandschap. Zou jij hier bijvoorbeeld willen wonen? Laat het me weten in de reacties. Dit huis werd gebouwd in 1930 door een Amerikaanse architect met de naam Frank Lloyd Wright. Het huis staat in de bossen van het zuidwestelijke Pennsylvania in de Verenigde Staten en werd voltooid in 1937. Wat het huis bijzonder maakt is dat het gebouwd is bovenop een waterval. En het is zo gecreëerd dat de watervallen nog steeds bekeken kunnen worden. Het is eigendom van een rijke warenhuiseigenaar Edgar J. Kaufman en krijgt jaarlijks duizenden bezoekers. Bijna 5 miljoen mensen hebben het huis al bezocht. Het interieur van binnen heeft houten meubilair en is ook op maat ontworpen. Het huis met de naam Falling Water zou vandaag de dag zo'n $2,5 miljoen waard zijn. Echter is het huis niet te koop. Het is namelijk een nationaal historische plek geworden en wordt ook wel beschreven als een van 's werelds mooiste werken. Wat als we op een dag worden aangevallen door zombies? Voor deze volgende persoon is dat geen probleem, want hij heeft een huis gebouwd waar je in kunt verstoppen om een zombieaanval te overleven. Natuurlijk moet je wel genoeg eten en drinken inslaan. Maar het huis ziet er echt uit als een veilige plek en als je het met je eigen ogen wilt bekijken, moet je naar Warschau afreizen. Een Nederlandse ontwerper met de naam Floris Schoonderbeek van het bedrijf Weltevree is op een ontzettend uniek idee gekomen. Hij heeft namelijk een soort van kelderachtig huis weten te creëren die onder de grond kan worden geplaatst. Het zou in principe als een ondergrondse koelkast dienen, wat geen energie verbruikt. Het houdt de temperatuur binnenin op een gemiddelde van zo'n 10 graden dankzij de diepte in de grond waarin het gebouwd wordt. Voor de hete zomerdag is het dus een ontzettend handig ding. Het is van binnen ook nog eens leuk versierd. Het zou alleen nog een bed nodig hebben en je zou er misschien wel kunnen wonen. Wat ik heb kunnen vinden is dat het prijskaartje hiervoor minimaal €8800 is, mocht je dus interesse hebben om zoiets aan te schaffen. Het enige wat je hiervoor dan nog nodig hebt is een stuk grond om het ding in te begraven. Habitat 67 bestaat uit 354 gestapelde betonnen kubussen, elk met een eigen tuinterras en liggen leeg in de Canadese stad Montreal. Het unieke wooncomplex werd ontworpen door architect Moisés Safdi en werd gebouwd als onderdeel van een wereldtentoonstelling genaamd Expo 67. Afgezien van zijn esthetische aantrekkingskracht is Habitat 67 ook een indrukwekkend voorbeeld van duurzame architectuur. De appartementen variëren in grootte en indeling van 1 tot 4 slaapkamers. Het complex ligt aan de oever van de St. Lawrence rivier en biedt een prachtig uitzicht op de skyline van de stad en de rivier. Habitat 67 was oorspronkelijk bedoeld als een prototype voor betaalbare huisvesting, maar het werd uiteindelijk een symbool van innovatief architectuurontwerp. In 2017 vierde Habitat 67 haar 50ste verjaardag en het blijft tegenwoordig een populaire toeristische attractie en een begeerde plek om te wonen. Het complex is door de jaren heen ook te zien geweest in tal van films, tv-shows en muziekvideo's, waaronder The Spy Who Loved Me en The Apprentice. Daarnaast heeft het talrijke architectuurprijzen gewonnen en is aangewezen als National Historic Site of Canada. In dit huis, gelegen in de buurt van Tokio, zijn alle wanden van glas gemaakt. Er wordt ook gebruik gemaakt van vloerverwarming en verborgen centrale airconditioning. Dit huis in Japan is dan ook zeer zeldzaam, want het hele huis is doorzichtig, zelfs het plafond. De enige ruimte die niet doorzichtig is de badkamer, zodat je nog wel wat privacy hebt. Het huis is ontworpen door Su Fujimoto architecten en het is geïnspireerd door de vroegere mensen die in boomhutten hebben gewoond. In dit huis krijg je natuurlijk wel veel zonlicht, mocht je daarvan houden, alleen totaal geen privacy. Het huis is zo'n 25 vierkante meter en heeft zelfs een garage waar een auto kan staan. Zover ik had kunnen vinden woont hier daadwerkelijk een familie in. En het grappige aan het huis is dat het gewoon tussen andere normale huizen staat. Zou jij hier willen wonen? Laat het me weten in de reacties. Als je zin hebt om in contact te komen met de natuur, dan zullen de Free Spirit Spheres Treehouses vlakbij Vancouver in Canada je daar goed bij helpen. De bolvormige boomhutten daar zijn speciaal gemaakt voor mensen om een nacht of meer in door te brengen en te genieten van de magische sfeer in het bos. Je zult waarschijnlijk nergens anders op de planeet dergelijke huizen vinden. Het bedrijf Free Spirit Realms is namelijk de enige fabrikant die dit soort bolvormige boomhutten bouwt. Heb je er ooit van gedroomd om in een boomhut te wonen toen je een kind was? Nou, die droom kan werkelijkheid worden als je naar Italië verhuist.
Een groep architecten heeft een uniek appartementencomplex genaamd Treehouse gecreëerd in Turijn, Italië. Het complex bestaat uit 5 verschillende appartementen, elk ontworpen als een gigantische boomhut. De Treehouse appartementen zijn milieuvriendelijk ontworpen met gebruik van duurzame materialen en energie-efficiënte technologie. Elk appartement heeft een eigen balkon en het interieur is ingericht met natuurlijke materialen zoals hout en steen. Het gebouw is bedekt met een verscheidenheid aan planten waardoor een natuurlijke omgeving ontstaat in het hart van de stad. De architecten wilden een ruimte creëren die niet alleen visueel verbluffend is, maar ook positieve invloed heeft op het milieu. De appartementen bevinden zich in een rustige, residentiële buurt en bieden een serene ontsnapping aan de drukte van het stadsleven. Het complex is ook gunstig gelegen bij het openbaar vervoer, waardoor het gemakkelijk is om de rest van de stad te verkennen. Een van de meest unieke kenmerken van het Treehouse complex is de gemeenschappelijke daktuin. Deze gemeenschappelijke ruimte biedt bewoners een plek om te ontspannen en tot rust te komen terwijl ze genieten van een prachtig uitzicht over de stad. Als je dit voor het eerst ziet, zal je misschien denken dat het aan een filmset toebehoort. Maar dat is niet zo. Dit ondersteboven gebouwde huis is ontworpen door een Poolse man in 2007 met de naam Daniel Jawiski. Het huis is een van de grootste toeristische attracties geworden in Polen. Toeristen hebben echter wel geklaagd over misselijkheid bij het binnentreden van het huis, omdat letterlijk alles binnenin ondersteboven aan het plafond vastzit. Dit is echter niet het enige huis in de wereld wat ondersteboven staat. In de gemeente Trassenheide in Duitsland staat er namelijk ook één. Zoals je ziet, ziet het er behoorlijk grappig uit hoe deze vrouw de kasten aan het schoonmaken is terwijl het lijkt alsof ze ondersteboven hangt. Verder is het hele huis volledig ingericht met meubilair dat ondersteboven staat. In Japan en de Verenigde Staten zijn er ook huizen te vinden die ondersteboven staan. Deze huizen brengen allemaal veel bekijks, maar praktisch is het natuurlijk niet echt. Dit huis is bekend bij bijna elke Australiër, omdat het een van de meest beroemde en populaire huizen in hun land is. Het drijvende paalhuis ligt 40 meter boven het kustplaatsje Fairhaven. Het heeft slechts 1 badkamer en 1 slaapkamer en je moet ongeveer €800 betalen om er 1 keer te overnachten. Het huis is uitgerust met de nieuwste moderne technologieën en het uitzicht is 100% adembenemend. De kubuswoningen in Rotterdam zijn ontworpen door de beroemde Nederlandse architect Piet Blom. Deze kubuswoningen bestaan uit 38 kleine kubussen die een volledig woongebouw vormen. De gebouwen zijn gelegen op een voetgangersbrug met winkels en cafés op de begane grond en de woonruimtes erboven. Elke kubus staat onder een hoek van 45 graden, waardoor het hele complex op een surrealistische bos van gekantelde bomen lijkt. Een van de meest interessante dingen aan de kubuswoningen is dat ze zijn ontworpen om de beperkte beschikbare ruimte in de stad te maximaliseren. Het ontwerp van de huizen zorgt ervoor dat bewoners het hele oppervlak van elke kubus kunnen gebruiken, terwijl ze toch privacy en een gevoel van gemeenschap behouden. Als je van plan bent Rotterdam te bezoeken en in een van deze iconische huizen wilt verblijven, zijn sommige van hen zelfs te huur op Airbnb. Er zijn eigenlijk 3 aparte complexen van kubuswoningen in Rotterdam, elk met zijn eigen unieke ontwerp en indeling. Het eerste complex dat in 1984 werd gebouwd bestaat uit 38 huizen die in een 6-hoekige vorm zijn gerangschikt. Het tweede complex, gebouwd in 1985, bestaat uit 20 huizen gerangschikt in 2 rijen, terwijl het derde complex, gebouwd in 1997, bestaat uit 32 huizen gerangschikt in rechthoekige blokken. Er bevindt zich zelfs een museum in een van de huizen, het Kijkkubus Museum, die allerlei rondleidingen aanbieden. Wat is jouw droomhuis? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.